De maand januari was voor doorkast de maand om ouderen in Nederland in het zonnetje te zetten. In Nederland bezorgden we appeltaarten. Ik ging op pad en bezocht onder andere mevrouw Van Balen om haar te verrassen met een lekkere appeltaart. Nou, hallo, ik kom een cadeautje bij u brengen. De verrassing voor mevrouw Van Balen was heel groot, want we vertelden haar dat ze was aangemeld door haar vriendin Lila. Oh, wat leuk. Dat is echt. En zij heeft u aangemeld. Oh, wat leuk! Lila schreef ons dat mevrouw Van Balen op haar 88e nog steeds vrijwilligerswerk doet in het verzorgingshuis waar ze woont. Ook helpt ze mee op een boerderij in Frankrijk en ondersteunt en helpt ze veel zendelingen over heel de wereld. Vandaag zitten we lekker in het zonnetje met een appeltaart. Hij is vanochtend gebakken. Ga. Toen we hem ophalen was hij nog brak, dus eigenlijk denk ik dat hij nog steeds heel lekker is. Wat een verschrikkelijk leuk idee. Alsjeblieft. Wat is zij een actieve vrouw? Het verhaal raakte ons omdat het zo belangrijk is dat er naar ouderen wordt omgezien. Deze appeltaart staat symbool voor aandacht en warmte. En dat is ook wat we willen met de ondersteuning van ouderen in Oost-Europa en Afrika. Wil je meer weten over Adopt-A-Granny? Kijk dan op adoptagranny.nl.